Wij zijn de Harley Davidson Club van Hoogstraat. 10 jaar geleden zijn wij gestart met de club. En momenteel hebben wij in de 60 leden al. We rijden iedere zondag, 's morgens, vertrekt de ochtendploeg om 9 uur en 's middags om 1 uur. En in de week wordt er ook wel eens gereden door mensen die al die tijd hebben. Hè. Daar is een bericht te houden in. En wij dan uitnodigingen sturen naar mensen die met flyers eigenlijk. Dat ze mee allemaal naar hier mogen komen, alle soorten motors. Dan wordt er hier een begeleiderrit gedaan en ook op GPS-rit. En dan daarna krijgen ze allemaal aardbeien. Ik ben een Harley Davidson, omdat toen kon ik lid worden van de Harley Davidson Club en het is nogal gek om daar met een Honda kan aan te komen. Hè. Ik heb nooit interesse gehad in een andere motor. Ik rijd nog maar een jaar, ik ben 64, ik heb een jaar geleden mijn motorrijbewijs gehad. Maar een Harley Davidson heb ik altijd heel mooi gevonden. Harley Davidson in een andere motor. Zijn er andere motors? Harley Davidson is meer dan een motor, het is een cultuur. Het gevoel, het geluid, de belevenis. De rijervaring, het geluid. Voor mij maar één motor bestaan is, dan Harley, dat is mijn levensstijl. En je motor die neemt hem gekocht van thuis op. Dat is al een 50 jaar geworden is in die gekocht. Nee, dat was kik, hè. Ja, maar ja. Wat is het verschil tussen met een motorrijd en een motorrijd? Met een motorrijd, dan voelde de wind en heb je de vrijheid op de motor die je in de auto absoluut niet hebt. Meer vrijheid. Vuile bijt het gevoel van vrijheid, hè. Belevenis. Gevoel. Eenzaam met de natuur, de elementen voelen. De vrijheid, de winter, ja! Autoweg of motorweg? Ja, autoweg direct. Weg! Mijn auto. Ja. Aangezien mijn leeftijd moet ik zeggen, de motorweg. Maar dat gaat toch niet gebeuren, denk ik. Dan zou ik de auto weg doen. Ja. Ik denk toch wel de auto. Dan zal het simpel zijn, firmawagen eruit en een Harley houden. Hè. Niet hele moeilijke, maar toch de auto. De auto weg, zonder twijfel. Auto weg. De auto kan ik, misschien kan ik de bus pakken. Hè. Als je later groot bent, wil je dan ook een motor? Ja. Wat voor motor ga je kopen? Ook een Harley.